voor sport ik wou. Maar ik wou wel graag een sport, omdat ik natuurlijk fanatiek ben en een winnaarsmentaliteit heb. En ja, toen kwam ik door een kinderfeestje op bowlen. En ik ben nooit meer gestopt. En nu, 10 jaar later, mag ze zelfs voor Nederland uitkomen tijdens het jeugd-EK bowlen in Finland volgende week. En daarvoor moest ze natuurlijk wel hard getraind worden. In de week dat ze op school zit, komt ze na school altijd een paar uurtjes trainen. En daar pakken we heel wat dingetjes systematisch aan. En daar zet ze heel veel energie en tijd in om dat niveau te halen. Trainingstijd heb ik omhoog gegooid. Om daar echt gewoon te staan volledig. Eigenlijk sta ik 7 keer in de week ben ik hier. En de weekenden zit altijd vol. Denise is er helemaal klaar voor. Maar ze heeft haar pijlen stiekem ook al op de toekomst gericht. Want als je als bowler echt mee wilt tellen, moet je naar Amerika, waar ze misschien wel een scholarship kan krijgen. Amerika is wel de place to be als je heel goed kan bowlen. Maar ja, daar kom je natuurlijk ook niet zomaar tussen. Want dat is natuurlijk een heel, heel groot land. En voordat je daar tussen komt, moet je wel al wat bewezen hebben in Europa. En dan is het nog moeilijk om daar terecht te komen. Dat is gewoon bowlen, sporten en je volgt de opleiding daarnaast. Maar het is gewoon echt, het is vooral hoofddoel is bowlen. En dat ze dat kan, mag ze op het jeugd-EK gaan laten zien.